De jaarlijkse tentoonstelling van de Winschoten Pluimvee en Konijnenclub werd dit jaar gehouden in Zuidbroek. Meer dan 1000 cavia's, konijnen, kippen en kwartels werden onder het kritische oog van de keurmeester gekeurd. En wij keken even mee. We zijn hier bij de WPKC in Zuidbroek. De WPKC is de Winschoten Pluimvee en Konijnenclub. We vragen ons wel even af, de 100ste keer, waar wordt die gehouden? When you wake up in the morning to the cock-a-doodle-doo, and you sneak into the chicken shack and pick a chick or two, fill a kittle full of vittles, any griddle pot'll do. Call it fricassee or chickasee, it's only chicken stew. Cock-a-doodle, fricassee or chicken noodle, out in the country, that's the style. Cock-a-doodle, candy yam and apple strudel, sweet as the kisses of my honey child. Zeg, Gebers staat voor zeer goed. Dus een zeer goede kam. Zeer goede kapvorm. Een tikje spits. Zeer goede oogkleur. Vervolgens kijken we naar de tekening in de hals. Hij krijgt een zeer goede halstekening. Slaat iets door. En wat is dat? Slaat iets door? Dat de binnenste van de veren moet zwart zijn en er moet een gouden zoom om de veer toe lopen. En dan aan het punt van de veer, daar is het zwart. Dus de zwarte dat slaat door het gouden kleur heen. Het zijn allemaal details. Specifieke dingetjes, ja. Sergei brede vleugelpennen. Fraaie vleugeltekening. Lieve mensen, groot en klein, Knibbel is nou ons konijn. Lieve kinderen, dik en dun, Knibbel is van ons en niet van hun. Pas op degene die hem aan wil raken. Pas op meneer, want u wordt streng gestraft. Hij is van ons en we zullen hem bewaken. Pas op, je blijft van onze Knibbel af. Denk erom, Jan en alle man, dit konijn, daar kom je niet aan. Denk erom, iedereen, Knibbeltje is van ons alleen. Op voorhand in ribben gevulder. Zeer goede benen. 17 punten. Heeft een zeer goed pelsje. 18,5. Heeft een fraaie kopvorm. Idem snuit. 15. Volledig aantal. Fraaie kronen. Waar let u nou speciaal op? Nou, specifiek op het type. Vooral op het type van dit konijn. Want dit is feitelijk uitsluitend een type dier. Ja. Okay. Klein moet klein wezen, breed. En dan zeg ik van u ook even dat op een gegeven moment lag hij dus op zijn rug. En toen zei u van buikkleur kon beter. Maar de buikkleur die kan. Maar hoe kreeg je dat voor elkaar dan? Nou, dat is een fokkerskeuze. Okay. Daar zal dus weer een diertje tegen moeten, bij wijze van spreken. Die dus een wat sterker gekleurde buik heeft, uiteraard. Okay. Ja? Maar je kunt dat verder niet beïnvloeden? Dat is niet te beïnvloeden. Hè. We gaan dus niet pakweg bijkleuren enzovoort. Nee, dat doen we niet. Okay. We staan hier nou even boven en we hebben op de achtergrond even de show staan van de WPKC.
hier in de Eurohal. Hoe bevalt dat in deze hal? Op zich uitstekend. Andere jaren zaten we verdeeld over de Colibrihal en de Eurohal. Toen heeft Van der Valk gezegd van jullie show die ziet er heel mooi uit. Wij willen graag dat jullie in die grote hal komen. Alleen er hing wel een prijskade aan. Nou ja, daar is over gesproken en we zijn eruit gekomen. En we zitten nu hier. We hebben nog even wat dingen aangepast, wat meer verlichting aangebracht en dat soort dingen meer, zodat je de dieren beter kunt zien. We hebben zojuist een aantal keuringen even meegemaakt. Hoeveel dieren zijn er ongeveer? 1100, om en bij de 1100. En wat voor dieren zijn dat allemaal? Ja, dat zijn echt heel veel kippenrassen, heel veel konijnenrassen, kwartels, lachduifjes, eenden. En er zijn ook nog wat oorspronkelijke vogels, hoenderkoeten en wat kleine steltlopertjes. Ik ga even terug naar 1912. Dat was de oprichting van de WPKC. Hè? In dat jaar weet ik even dat de ondergang van de Titanic was. Dan weet u dat nu ook even. En er werd het tweede Elfstedentocht gereden in de historie, in 1912. Waar zijn jullie begonnen? We zijn begonnen in Oud-Alsmid. In 1912? Ja, eigenlijk was er ook in de brandweerkazerne hebben we gezeten toen waren we klein. In de oorlogsjaren ken ik me. Toen werd er gezegd, als er geld was, dan gingen we een tentoonstelling houden. En dat was dan in de brandweerkazerne. We hebben bij Hotel de Nederland gezeten, bij MB Hotel Roes gezeten. Een clubgebouw hebben we gezeten en later in de Klinker. En u bent als erevoorzitter echt nog betrokken bij de activiteiten van de pluimvee? Bloedkruip waar het niet gaan kan. Ik zeg, ik hoor er gewoon, maar op de achtergrond ben ik erbij. En als ze wat wil weten over rassen, kleur, noem maar op. Ik heb jullie begeleid langs de kooien. U kunt vragen wat u wil. U krijgt antwoord van mij. Van Hoop. Zet geen pootkleur en conditie. En als geheel krijgt het dier de O van onvoldoende. En u geeft er geen prijsindicatie bij. Doorgaans is het zo dat is een kwestie van wat de gek ervoor wil geven. Ja? Maar deze die dus niet binnen een bepaalde kleur te bevatten zijn vrij waardeloos. Okay. Dus aanhalingstekens. Ja. Het blijft een prachtbeest, toch? Ja. Zo is dat. Mijn vrouw zegt dan altijd, ook die fokker is er blij mee. Ja. Lekker dans, duifjes, duifjes, wat zijn ze mak. 17 duifjes bovenop het dak.